De juf zei, willen jullie meedoen met het Jong Roeva Songfestival? En was je gelijk enthousiast? Ja, iedereen ging juichen. Leerlingen van diverse scholen in Rotterdam doen met hun klas mee met het Jong Roeva Songfestival. Een evenement in het kader van het Eurovisie Songfestival en bedacht door ZangExpress. Je ziet wel een bepaalde thematiek terugkomen inderdaad. Heel erg ook niet pesten en ook goed voor jezelf zorgen. Dat komt er ook heel erg uit, van dat je goed moet uitrusten, dat soort teksten. Ja, het is heel mooi en het komt in elke school weer anders. Want elke school ligt er in een ander plekje van Rotterdam. En dan merk je ook dat daar de cultuur weer anders is. Dus het is heel verrassend. 14 scholen gaan nu door naar de halve finale. Waaronder de Jozefschool in Hoek van Holland. Het thema was Let's Open Up. En wat hebben jullie daarmee gedaan? We hebben gewoon het liedje samengesteld en toen kwam eruit samen. En Superheld, wat heeft dat ermee te maken? Omdat er in het refrein aan het eind bij mijn eigen superheld komt. Je bent dus je eigen superheld? Ja. En waarom? Omdat je mag zijn wie je zelf wil zijn. Samen met professionele producers worden de 14 verschillende nummers naar een hoger niveau getild. Ja, dat is echt ineens een verschil. Want we zijn met Ferry begonnen en Ferry heeft ons geholpen om de tekst kloppend te maken en met de gitaar. En toen heeft hij Wouter, de producer, aan het werk gezet van met ideetjes van wat wij heel erg leuk zouden vinden. Heeft hij aan hem gegeven. Ja, en toen is dit er ineens vandaag uitgekomen. Vanaf 24 april kan iedereen stemmen en dan wordt de winnaar bekendgemaakt. In Hoek van Holland weten ze al welke school gaat winnen. Jozefschool. Welke school? Jozefschool!